al jarenlang deel uitmaakt van het college. Waardoor wij als Zaanstad een van de zwaarst lenende gemeenten in Nederland zijn. Dus blijkbaar doen we het dan op een andere manier voor Sinterklaas spelen. En het tweede is dat het CDA een wethouder heeft die gaat over het parkeerbeleid. Meneer Slegers heeft het over de hoge parkeerdruk in deze wijk. Een van de meest concrete oplossingen is projectontwikkelaars verplichten om zich aan de parkeernorm te houden. De parkeernorm kan door projectontwikkelaars worden afgekocht. En dat is exact de reden waarom er hoge parkeerdruk is. Die vervolgens door gebruik te maken van betaald parkeren, dan door de gemeente weer gecompenseerd, door de gemeente probeert om dat te compenseren. Maar wat het eigenlijk is gewoon een gemeentelijke melkkoe. De gemeentelijke melkkoe. Nou, kijk eens aan. Nou staan er hier veel koeien in de weiland, maar dat zijn volgens mij niet de koeien die jij bedoelt.